Want laat mij heel duidelijk zijn, collega's, het verlies van al die talenten, daar is niks relatiefs aan. Dat schaadt onze arbeidsmarkt absoluut en dat schaadt onze samenleving absoluut. Mensen die in hokjes worden gestoken, blijven met een wrange nasmaak na. En die vooroordelen, die zijn hardnekkig. Omdat ze al zo lang meegaan. Kijk maar naar Amazon, het grote techbedrijf, die artificial intelligence wil gebruiken om vacatures in te vullen. Op basis van gegevens uit het verleden. Uit het verleden hoe ze toen op die moment mensen hebben aangeworven. Wat zei die computer? Heb je geen vrouwen nodig? Computer says no. En op die technologie zit ook instanties als de VDAB in. Op de technologie die zegt hij wil een job, computer says no. Wat haalt het dan uit voor een jong meisje om aan een stemrichting te beginnen? Wat haalt het dan uit om als 57-jarige aan een bijscholing te starten? Wat haalt het dan uit om als jongeman uit Borgerhout achter managementvacatures aan te gaan? Wat haalt het uit als die computer zegt, jij komt er niet in, bitter weinig.